Ik ben Rose Marijn. Ik ben naast Angela, die natuurlijk de prijs heeft gewonnen, ben ik ook coördinatrice van de Voedseltuin. Yeah. Dus wij werken hier samen en met Rob ook, die er nu niet is, de organisatie. En daarnaast hebben we natuurlijk nog heel veel vrijwilligers. Ik ben Angela en ik doe hier samen met Rose Marijn de coördinatie van deze tuin. Dus wij maken planningen en sturen mensen aan. Okay. Voor ons is het feest vandaag. Wij hebben de Aardig Onderweg Award voor de stad gewonnen. Mm-hmm. En wij vieren dat vandaag. We hebben woensdagavond gehoord dat we hebben gewonnen. En dat in combinatie met dit prachtige lenteweer is voor ons reden voor een feestje. De RET die organiseert voor aardige initiatieven voor de stad Rotterdam. Mensen en organisaties die iets organiseren waar de stad beter voor wordt, kunnen meedoen aan die prijs. Vier categorieën. Wij hebben gewonnen in de categorie voor de stad. Mm-hmm. En omdat de jury het met ons eens was dat ons initiatief in Rotterdam mensen helpt. Wij als Voedseltuin verbouwen wij groenten voor de voedselbank. Dus dat is iets voor de hele stad. En daarnaast zijn we een park aan het maken waar mensen die hier in de buurt wonen ook kunnen komen recreëren. Die iets kunnen leren over het verbouwen van groenten, over duurzaamheid. Hoe kwam je hier verzeil? Nou ja, door een oproep. Dus eigenlijk is het verplicht vrijwillig. Ik ben al 10 jaar zonder werk. Ik kreeg een brief van de Schietkade. Dat ik verplicht 20 uur per week minimaal werk moest zoeken. Maar ik zeg eerlijk, dat is een van de beste dingen in mijn leven wat ik heb kunnen doen. Dus kijk, het is niet alleen dat je iets voor mensen doet. Maar ook het contact wat je onderling hebt. Het groepsverband. Groepsverband, ja, precies. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk. Ik heb natuurlijk in isolement gezeten. En hier ben ik weer een beetje op komen bloeien, zeg maar. Hoe lang bestaat de Voedseltuin al? We zijn 1,5 jaar zijn we bezig nu. Dus de stichting bestaat iets langer. Maar 1,5 jaar geleden zijn we hier begonnen. Toen was die tuin een en al zand. Daarvoor, nog verder daarvoor, was het een haven, dus het is gedempt met zand. En we zijn van helemaal niks op zand zijn wij 1,5 jaar geleden begonnen om dat met compost en aarde steeds vruchtbaarder te maken. Vruchtbaarder, zodat wij nu in staat zijn om, het zaaiseizoen is begonnen en we zijn nu aan zaaien voor de voedselbank. Wij werken op maandag tot en met vrijdag van 9 tot 3. En dan is er ook altijd iemand aanwezig, zeg maar, als je nieuwsgierig bent om langs te komen en een rondje te lopen. En daarnaast ben je ook altijd welkom, want we hebben geen hekken eromheen staan. Omdat je van, we willen gewoon een open gemeenschap zijn en ook welkom zijn voor iedereen. Ook als je hier lekker op een bankje wil zitten nu de zon eindelijk weer schijnt. En als je zegt van, ik wil wel eens een dag meekomen helpen of meekijken. Of misschien heb ik wel spullen die jullie kunnen gebruiken. Dan kan je op de website kijken of inderdaad op maandag tot en met donderdag van 9 tot 3 en dan gewoon iemand aanspreken.